Wie kent ze niet? De Lords of Warmond. Op een industrieterrein in Warmond ontwerpen en bouwen Mark van der Kwaak en Aad Heemskerk de meest fantastische motoren. In Nederland zijn ze nog tamelijk onbekend, maar in het buitenland slepen ze met hun creaties de ene na de andere prijs in de wacht. Als we het over motoren hebben, dan denken we al gauw aan dit soort tweewielers. Maar dan heeft u de ontwerpen van Mark van der Kwaak en Aad Heemskerk nog niet gezien. Voor het bouwen van een dergelijke custom bike moet dan ook wel een jaartje of drie uitgetrokken worden. Ik ontwerp eigenlijk alles van tevoren al helemaal voordat we ook maar iets gaan maken. Zodat alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn, zodat we weten hoe het eindresultaat eruit gaat zien. En pas dan beginnen we te bouwen. Dat doe ik door middel van een CAD-systeem. Het is ook altijd mijn werk geweest, productontwikkeling in de CAD voor industriële componenten. En dat pas ik nu dus toe op motorfietsen ook. Ik heb het vroeger altijd al gedaan, een steentje van 18. En ja, ik leerde Mark kennen en die hebben tot een hoger niveau getild. En nou maken wij mooie custom motoren. Alles aan de motoren van Aad en Mark wordt met de hand ontworpen en vervaardigd. Door hun precieze manier van werken wordt er in het motorbladen wereldwijd over het tweetal geschreven. Ze kregen de bijnaam The Lords of Warmond van een Franse motorjournalist. Oh ja, deze tank gaat normaal gesproken automatisch open. We zijn inmiddels over heel de wereld wel redelijk bekend. We hebben in meer dan 100 motorbladen gestaan, dus ja, we mogen niet klagen. In Zweden hebben we op een hele grote show, zijn we tweede geworden over de hele show. En eerst in onze categorie. We hebben in Parijs prijzen gewonnen en in België. En ja, zo win je overal wat. De motorenliefde is ook overgeslagen op de vrouw van Aad, die het tweetal steeds vaker als onderwerp voor haar schilderijen gebruikt. Nicolien, het motorhorrorvirus heeft ook op jou overgeslagen. Want je bent kunstenares en nu bijna fulltime ook in de motoren? Nou, fulltime in de motoren, 50-50 is het een beetje. Maar ja, mijn ouders, mijn broers, mijn vader reed altijd al motor. Dus het motorvirus zat er altijd wel in. Maar ik mag wel lekker meelichten op het succes van Mark en Aad. Door het inspannende en lange werk van het bouwen van hun creaties is het af en toe nodig om af te voelen. Maar dan biedt de zelfgebouwde Russische schommel uitkomst.